SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Zaterdag 24 februari komen de elftallen van RKAVV Volendam en Urk op het veld. En voor Urk een extra uitdaging om aansluiting te blijven behouden met de grote middengroep. Maar dan zullen ze vandaag een goed resultaat neer moeten zetten tegen de koploper uit de derde divisie. Voor RKAV Volendam, dat 4 wedstrijden op rij ongeslagen is. En daar wilde Urk graag een extra aandacht aan besteden. En extra aandacht kreeg ook Benny Dunink, die zijn jubileumwedstrijd speelde. 250 wedstrijden voor SV Urk 1. Benny Dunink, die na dit seizoen zijn afscheid van SV Urk 1 heeft aangekondigd. Hij gaat stoppen. En dan zien we nu Chris Visser, de pupil van de week, afgaand op de doelman van FC van Volendam. En dan scoort hij op een schitterende manier. En het eerste doelpunt van de middag, dat is een feit, gemaakt door de pupil van de week, Chris Visser. Dan zoekt Urk de aanval via Lucas Tol. Lucas Tol legt hem breed, maar net niet dat Lucas Graal daar bij die bal kan komen om die bal in te tikken. Want het eerste kwartier van de wedstrijd was het een beetje zoeken voor beide teams. Waarbij het afwachtende houding van SV Volendam wel een beetje opviel, was het Urk dat toch wat meer de aanval zocht. En met name nu een afstandsschot van Rikkeld Nentjes dat hoog overgaat. SV Volendam met de topscorer van de derde divisie met 18 goals, Jim Beers. En dat vroeg extra aandacht. En dan de vrije trap gemaakt voor Volendam naar Hens van Pieter Brands. Wordt die bal bij de tweede paal gelegd en dan wordt die ingetikt door Perry Karregat. En staat Volendam met 1-0 voor na een 27 minuten spelen. Is het de voorsprong voor Volendam. En wat dat betreft is het in ieder geval een tegenvaller voor Urk. Wat zeker niet te minderen was, maar wel met 1-0 achter staat. Urk zocht dan met goed voetbal toch de tegenaanval. Met eerst nog een grote mogelijkheid voor Urk. Met de aanvoerder voor Volendam dat de bal open doel uiteindelijk naschiet. En zo blijft het gewoon 1 tegen 0 voor Volendam. Dan de tegenaanval van Urk. Goede doorkopbal van Jan Ras. Jan Ras op Lucas Tol. Lucas Tol met een van zijn bekende dribbles naar de buitenkant. Lubbert Post. Lubbert Post even terug naar Jan Ras. Jan Ras, en dan komt die bal in de breedte bij Ieder Nentjes terecht. En Ieder Nentjes die zoekt daar een van zijn sterke punten. Wil graag opkomen en zoekt hij de combinatie. Maar hij gaat eerst eventjes de combinatie aan. Krijgt die bal terug op de 16 meter lijn en dan een rollertje. En dat is het 1 tegen 1. 3 minuten na de 1 tegen 0 is het Ieder Nentjes die Urk op gelijke hoogte brengt. 1 tegen 1. Aftrap Volendam. Dat toch een beetje aangeslagen leek door die snelle tegentreffer van Ieder Nentjes na 30 minuten. En is het een hakballetje van Pieter Brands. Maar die bereikt niet het doel. Wel een inworp voor SV Urk. Is het Ieder Nentjes die dat mag doen. Maar het leverde verder geen gevaar op voor Volendam. Johannes Schrijver naar de buitenkant. Lucas Graal. Johannes Schrijver nog een keer aan die buitenkant. Legt die bal terug. Terug op Lucas Graal en Lucas Graal met een laag inschuivertje. Maar die bal levert verder geen gevaar op en gaat voor het doel langs. En blijft het gewoon 1 tegen 1. Richting einde eerste helft. Een heel aantrekkelijke eerste helft met de corner van Jan Ras. Een indraaier, maar die wordt van de doellijn gehaald door de verdediging van SV Volendam. En ze gaan rusten met de stand 1 tegen 1. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Dan beginnen we in de tweede helft met een hoge druk dat Volendam probeerde te zetten. En die hoge druk die rond dan uit een afstandsschot, want die gaat over het doel van Richard Strijker. En dan is het Urk dat toch onder die druk vandaan weet te komen via Lucas Tol. Lucas Tol richting Pieter Brands. Pieter Brands naar Lucas Graal. Lucas Graal aan de buitenkant.
met een mooi inzetje. En dan probeert daar Pieter Brands die verdediging uit te spelen. Dat lukt niet en legt hem wel terug op Jan Ras. En dan is het een schitterende uithaal van Jan Ras. En hij brengt Urk daarmee op een 2-1 voorsprong naar een prachtige goal van Jan Ras. En dat doet hij in de 54ste minuut. Urk onder die hoge druk vandaan met een mooie paas van Lucas Graal op Lucas Tol. Lucas Tol die kijkt even en ziet daar Lucas Graal op de rand van de 16. Maar zijn inzet gaat net voor het doel langs en is ook wat te zwak om de doelman van Volendam echt moeilijk te maken. En blijft het gewoon 2-1 met de tegenaanval van Volendam. Geen buitenspel en dan kan Joy Tol alleen voor doelman Strijker. En hij brengt de 2-2 op het scorebord. En dat doet hij in de 67ste minuut. En Volendam wil haast maken, want zij willen meer als koploper. Willen ze graag 3 punten van de vorm 2 wegnemen naar huis. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Is het 2-2 en is het een hoekschop van Volendam. Dat wel probeerde hoog druk te zetten, maar echte mogelijkheden leverden dat niet op. Al is het hier een scrimmage voor het doel. En nog een keer een inzet, en nog een keer een inzet, en nog een keer een inzet. En uiteindelijk wordt die bal dan toch weggerost door SV Urk en is een gevaar voor Urk verdwenen met alleen maar een inworp voor Volendam. Dan een hele snelle inworp naar Lucas Graal. Hij is helemaal alleen, gaat de 16 meter in en wordt daar onderuit gehaald. Maar scheidsrechter Oosting is heel resoluut en ziet daar geen strafschop in. Laten we nog eens kijken naar de herhaling of inderdaad Lucas Graal daar onderuit gehaald werd en of scheidsrechter Oosting gelijk had. Ja, en dan is het heel duidelijk dat Lucas Graal over het been van de verdediger van Volendam heen springt. En scheidsrechter Oosting heeft het volle gelijk aan zijn zijde door geen strafschop te geven. Is het Volendam dat op jacht gaat naar meer dan die 2-2 met nog een paar mogelijkheden. Een afstandsschot van de topscorer Beers. Die topscorer 18 doelpunten heeft hij gemaakt. Maar vandaag werd hij goed aan banden gelegd door het centrale duo Dunning en Den Dulk. Volendam met invaller Zout. En dan is het uiteindelijk Benny Dunning die ten koste van een hoekschopgevaar weet te voorkomen. En dan is het Lucas Tol die de bal eventjes breed legt op Johannes Schrijver. En Johannes Schrijver met een prachtige uithaal. Maar dan is het doelman Vlak die niet heel veel te doen heeft gehad vandaag. Maar wel met een mooie redding Urk van een 3-2 voorsprong afhoudt. En de diepe paas wordt goed onderschept door Richard Strijker. Richard Strijker die daar de bal intussen bij Johannes Schrijver. Johannes Schrijver naar de invaller Janne van Essen. En Janne van Essen in de slotfase van de wedstrijd, in de extra tijd, brengt hij Urk op een 3-2 voorsprong. En de hele tribune van SV Urk die ontploft. Want wie had dat gedacht dat SV Urk vandaag op voorsprong zou komen? Heeft Volendam haast, want ze willen die 3-2 achterstand natuurlijk goed maken. En dat doen ze door middel van een hele lange trap van doelman Vlak om de verdediging van Urk onder druk te zetten. Op jacht naar die 3-2. Maar dan is het een schitterende paas daar richting Janno van Essen. En die kan opnieuw op doelman Vlak afgaan en laat dat maar aan Van Essen over en scoort 4-2 in de extra tijd. En wat een ontlading bij SV Urk. Een geweldige mooie overwinning. Naar een schitterende wedstrijd wordt het 4-2. En dan gaan we, voordat we gaan luisteren naar de analyse van de trainers, even kijken naar het ondertekenen van het contract van Bosmeet, een extra sponsor voor SV Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. En hier naast mij staat Hendrik Bos. Ik denk dat iedereen hem goed kent inmiddels. Hendrik, wat zou hij doen als je hem aankijkt? Nee, maar geweldig. We hebben als bedrijf al een keer van zijn service gebruik gemaakt. Het is een prachtige, mooie bedrijf met Bosmeets, zijn bedrijfsnaam. Iedereen kent hem inmiddels wel. Hij verzorgt catering, maar helemaal gespecialiseerd in het grillen van vlees. En daar is een Urker dol op. Dus en we zijn er enorm trots op dat we Bosmeets ook als nieuwe sponsor mogen verwelkomen. Helemaal straks in de nieuwbouw. We hebben altijd gezegd, op het terras willen we eigenlijk wel een paar green eggs hebben. Om tijdens zo'n wedstrijd als Urk Volendam na de tijd lekker die
lekkers aan te stoken. Maar goed, dat is nu niet meer nodig, want Hendrik zet ze gewoon neer. En dan maken we daar een mooie party van. Hendrik, bedankt voor je sponsorschap voor 3 jaar. Een applausje voor Bosmeets. Ik kan me voorstellen dat na zo'n, en dat zijn mijn woorden, een hele schitterende wedstrijd die wij hebben mogen aanschouwen als toeschouwers en waar de spelers van Volendam en Urk voor gezorgd hebben, de conversatie nog steeds nagaat. Maar ik hoop dat het toch even de aandacht is voor de analyse van de beide trainers. En dan begin ik bij Barry Smit, Barry van Volendam. Ja Barry, jullie zaten in een flow. Daar is vandaag een einde aan gekomen. Hoe kwam dat? Nou, daar weet je helemaal niks van of daar een einde in is gekomen. Alleen vandaag is een incidentje. Ik denk dat de jongens, ik vroeg het eigenlijk na de warming-up gelijk al of ze een beetje zenuwachtig waren. We hadden vandaag een puntje genoeg voor de periode. En in principe zat het voetbal van de afgelopen maanden zat er vandaag helemaal niet in. Dus dan zit je bij elkaar in de rust om een lange eerste helft even over te slaan. En dan heb je jongens, als je niet kan winnen, dan moet je maken dat je ook niet verliest. In de tweede helft konden we ietsje meer brengen. Overigens een prachtige ambiance vandaag weer, Urk Volendam. En we kwamen niet verder als die 2-2. En volgens mij hebben we er 2 keer hulp bij gehad. Volgens mij hebben wij geen enkel gemaakt vandaag. Maar daarbij is het zo dat je dan in de 91 minuut de 2-2 in handen hebt. Dus in principe een periode op zak. En vervolgens wint de liefhebber. Dus die ging toch voor de 3-2. En dan krijg je eigenlijk de deksel op je neus. En misschien heeft Urk wel verdiend gewonnen. Ik hoorde jou zeggen van datgene wat onze laatste weken wel lukt, dat combinatievoetbal, dat lukt ons vandaag niet. Hoe kwam dat? Nou, dat is uit ervaring. Deze wedstrijd zit er al 4 maanden aan te komen. En je weet al 4 maanden, die komt niet op een goed moment. En al 4 maanden weet je, dan gaat iedereen tekeer en die krijgen vechtpartijen in de douche. Nou, dat viel gelukkig wel mee. Maar dan krijg je een situatie dat je de details achterwege moet laten. Lekker een glas bier halen met z'n allen. Want dan moet je ook een grote man zijn vandaag. Bij SMEervals waren we ook grote ruig. Dat moeten we vandaag ook zijn. En dan kijken maandag in de beelden waar we het schip in zijn gegaan. Om maar op vissers te praten. En dat schip ingegaan zijn was met een 4-2 nederlaag. Maar jullie doen nog steeds mee voor het kampioenschap. Want 1 puntje achter Genemuiden na vandaag. Dus wat dat betreft, met z'n vieren gaan jullie uitmaken wie de kampioen worden. En Volendam zal daar toch heel lang aan mee gaan doen, denk ik. Hè? Nou, kijk, in principe zegt Klepper altijd, eerst moet het bootje in de haven. Ik denk dat met 44 punten het bootje wel in de haven is. En nu staan we 1 punt onder de koploper. En dan weten we ook dat we Hercules uit, HSC uit, VVSB uit, Sparta Nijkerk uit. Dus wij maken ons niet zoveel illusies hoor. Dankjewel Barry en veel succes in het vervolg op weg naar mogelijk een kampioenschap. Dankjewel. Ja Peter, ik zei net in mijn beleving een hele mooie wedstrijd, een schitterende wedstrijd voor het publiek. Hoe heb jij dat ervaren op de bank? Nou, ik denk dat het mooie vooral zit in de overwinning. Dat gevoel dat mooie beschrijft. Natuurlijk is voor ons mooi einde van een wedstrijd die we redelijk controleerden. Maar waarbij gewoon 2-2 ook gewoon een prima uitslag was geweest voor ons. Want in die eerste helft, gelijkwaardig misschien wel de wat beter voetballende ploeg. Er zaten momenten in waar Urk eigenlijk voetbalde zoals jij graag wil. Snel de tempowisselingen en heel veel directe combinaties. Die begin van de tweede helft, toen werd die druk wel heel groot, hè? Van Volendam. Van Volendam op jullie, want dat doelpunt van Jan Ras, dat kwam op een heel mooi moment. Goede goal. We hebben natuurlijk een klein beetje met de handrem erop gespeeld vandaag. Volendam het spel laten maken. Wij iets meer proberen vanuit de omschakeling te spelen. Dat hebben we bij Vlaag goed gedaan. Wel proberen om op het moment dat we de bal hebben, om te voetballen. Ik vind dat we dat met name de eerste helft er zaten gewoon veel meer mogelijkheden om er toch onderuit te voetballen. We hebben heel veel gekozen voor de lange bal. Dus in die zin nog wel wat kritisch, zeg maar. En dat kritische, daar zeg je van, we hadden meer mogelijkheden om er op snelheid tot uit te komen? Hoor ik jou dat zeggen? Nee. Meer op het moment dat Richard de bal heeft. Van achteruit toch proberen, ondanks dat zij wat hoog staan, toch proberen om te voetballen. Een aantal keren deden we dat prima. Maar ook heel veel ballen ingeleverd. Tweede ballen niet voor ons. En dan
hebben zij de bal weer. En ja, hoe was de stemming in de kleedkamer achteraf? Want de wedstrijd Urk-Volendam of Volendam-Urk zijn altijd hele bijzondere wedstrijden. Ontlading groot? Ja, ja, vragen naar de bekende weg. Maar nee, natuurlijk iedereen blij en dat we gewonnen hebben, ja. En hoe ga jij nou het weekend in? Met heel veel plezier, zeg je van, ja, dit zijn toch wel hele belangrijke en mooie overwinningen. Ook als je naar de stand op de ranglijst kijkt. Want ja, je speelt hier eigenlijk bijna 7. Nou, kijk, je kunt, heb ik al vaker gezegd, je kunt wedstrijden incidenteel winnen. We zijn na de winstop evaluatie gekeken van, nou, hoe komen we nou aan onze goals? Hoe komen we nou aan onze punten? Heel veel, 41% van de goals die we maakten voor de winstop, kwamen uit standaard situaties. Ontzettend veel. Ik geloof 2 goals vanuit de omschakeling, terwijl daar een grote kracht van ons ligt. Wat ik mooi vind, waar ik blij van word. Nou, dus dat we gaan herkennen waar onze kwaliteiten liggen. En nou ja, dat de groep, dat kan ik vinden, maar dat de groep dat ook gaat voelen. En daar moet je soms een beetje geluk mee hebben als trainer, dat dingen op zijn plaats vallen. Want er was best wel een struggle met die groep. Maar... En als je dan ja, vandaag tegen de koploper Volendam, volgende week opnieuw tegen de koploper Genemuiden. Ik wens je daarbij heel veel succes. En hopelijk weer eenzelfde resultaat, opnieuw tegen een koploper. En dan heet hij Genemuiden. Dankjewel, Peter. Dankjewel. Wat ik nog wel wil zeggen... Jongens, wat ik nog wel wil zeggen, dat we, en daar hebben we het helemaal niet over gehad... Dat het natuurlijk een unieke situatie is. Twee ploegen, Volendam en Urk, die eigenlijk alles met eigen jongens doen. Dat beseffen we misschien niet altijd. Maar we spelen gewoon een topwedstrijd vandaag op Urk. Met alleen maar eigen jongens. En ja, nogmaals, dat zullen jullie misschien niet allemaal beseffen. Ik vind het echt uniek en geweldig om hier deel van uit te mogen maken. Chapeau voor jullie allemaal, jongens. Peter, dankjewel.